Goedemiddag. Begeleid door Rowan Hersen. Hoe kan het ook anders en hoe kan het ook beter? Vanuit Venlo. Waar dadelijk Ajax en VVV hun wedstrijd zullen gaan spelen. Zij trappen af op deze laatste zondag, voetbalzondag in 2007. Een wedstrijd waar de verwachtingen hier bij het Venloze publiek in ieder geval hoog gespannen zijn. En daar hebben ze ook wel alle reden toe. Het gaat goed met VVV, eerst maar eens even de historie. Ook daar is er alle aanleiding om optimistisch te kijken naar deze wedstrijd. Want er is bepaald sprake van evenwicht. In de niet al te vaak tegen elkaar gespeelde wedstrijden wint Ajax maar 6 keer en VVV 5 keer. En allebei evenveel keren gelijk. Dat is opmerkelijk. Er zijn twee wedstrijden die niet licht vergeten zullen worden in de geschiedenis tussen deze twee ploegen. In de catacombe van de Koel hangt een fraaie elftalfoto. Er hangen er meer, maar deze uit het seizoen 87-88 doet terugdenken aan 13 december 1987. Met een elftal onder leiding van Jan Rekenen, waar ook Stan Valks in speelde en Jos Luhukay. Een wedstrijd die door VVV gewonnen werd met 3-1. Twee doelpunten van Jos Luhukay, nu trainer van Borussia Mönchengladbach. En bij Ajax Ene Cruijff, trainer. En Bergkamp als invaller scoorde de enige voor Ajax. Dat hier een fix aantal minuten geleden binnenkwam per bus met trainer AD Koster. En met alle elf in ieder geval van de afgelopen wedstrijd tegen FC Twente er weer bij. En ook fit genoeg om te beginnen. Er was twijfel rond Gabri, maar hij kan spelen en hij zal vanaf de basis meedoen. Veel mensen kunnen er niet in de Koel, maar die er zijn, die hebben er heel veel zin in. In omstandigheden die best aardig zijn. U ziet aan de vlag dat de wind er niet echt veel zal toe doen. De regen kan een spelbreker zijn voor de mensen die wat open staan. En dat doe je nogal gauw hier in de Kuil. Maar het is redelijk droog. Het miezert een beetje. Meer niet eigenlijk. In de laatste wedstrijd die Ajax en VVV voor de competitie tegen elkaar speelden. Dat was in 94 op 13 maart. Toen won Ajax met 1-0. Scoorde John van der Brom al in de eerste minuut. En Ajax had toen best een aardige elftal. Als je kijkt wie er op de bank zaten toen. Ronald de Boer en Seedorf. Maar zoals gezegd, Ajax bepaalt niet oppermachtig in de Koel. Wel één wedstrijd meer gewonnen dan VVV. Maar toch. Op 15 is dat niet veel. Prachtig gelegen in de bossen. Even buiten Venlo. De Koel. Welkom ook kijkers bij Tele 2 naar misschien een wat winderige Koel, maar schijnbedriet. Het is daar het hoekje daar waar de spelers zojuist de lange gang, de lange trap daar beneden hebben genomen. Die horde is goed gegaan voor iedereen. Daar onder prachtig vlagvertoon
geel-zwart van VVV. Heel duidelijk te zien. En onder het wachtentoon bij de teams het veld opkomen nu. In de wedstrijd die voor VVV er eentje is waarin vrijuit gespeeld kan worden. Het gaat boven verwachting goed in de laatste weken. Met dank aan Amrabat bijvoorbeeld. Reden voor André Wetzel om maar op een detail te wijzigen. Bas van Aouar Sarr speelt Ofrani nu voorin. Verder zijn het dezelfde spelers die het de laatste weken zo goed doen. Met name dan Nordin Amrabat met 6 treffers. Topscorer bij VVV. Hij dus uiteraard in de basis. En Ajax speelde eigenlijk niet eens na ontevredenheid tegen FC Twente. Na ontevredenheid bij Adi Koster. De pijn zat hem in de laatste minuut. Pijn had Gabri ook. Hij leek te geblesseerd om mee te doen, maar hij is fit genoeg. Pijn tegen de wedstrijd tegen Twente zat hem in de laatste minuut toen Ajax alsnog een voorsprong van 2-1 gespeeld. Maar geen reden verder voor Koster om te wijzigen. Maduro is weliswaar terug, maar toch speelt De Jong. En dus zijn dit dezelfde elf die ook tegen FC Twente begonnen, die dat nu ook gaan doen in de wedstrijd tegen VVV. Huntelaar dus in de spits en Romeraal en Suarez voorin. De wedstrijd onder leiding van Björn Kuipers, Linssen en Huntelaar, de aanvoerders, hebben de plichtplegingen gepleegd. Er is nogal wat papier zojuist de tribunes ingeknald. Laten we hopen dat het niet te veel waait en dat dat allemaal weer terug het veld in komt. Stekelenburg met name baalde enorm van Mabi, niet bij Ajax, van die treffer in de laatste minuut tegen. Waardoor het tegen 2-2 werd. Hij liep een week stage bij Ajax naar iedereen. Ieders tevredenheid, maar de testwedstrijd ging niet door. En zo koos Amrabat anderhalf jaar geleden voor Omniworld. En nu is hij topscorer van VVV. Nordin Amrabat. Kennedy met de eerste poging die wat al te enthousiast is. Hij centraal op het middenveld. Zal te maken krijgen met Linssen van de rug. Dellen. Mantuja. Moeite bij Ofrani om de bal te controleren, maar het lukte maar half ook. Gabri. Emanuelsson. Veel gewerkt door Linssen, waardoor De Jong de bal maar kort had. En zo is de VVV weg via Oost. Oost met Heitinga. Oost. Niet langs hij te gaan. Maar er ligt om aan te geven dat VVV bepaald niet gaat lopen afwachten hier vanmiddag. Oost. Afgetoetst door hij te gaan. De poging van Mampuja werd blijkbaar nog aangeraakt. En dus is het de eerste hoekschop voor VVV. Weggehaald door Heidinga. Ingezet door Linssen en Manuelsson. Buitenkantje gegeven door Kaya, onderschept door Emanuelsson. Die probeerde de Romeraal te bereiken, dat lukte hij. De Ajax-bank met Koster en Groenendijk.
Kennedy is fel. En ook Huntelaar, waardoor de VVV niet lekker kan uitverdedigen. De Jong mag door. Van grote afstand en de bal zeilt langs het doel van VVV. Krijgt de bal wel lekker voor de voet. Vandaar de poging. Suárez. Speelt hem diep. Daar is ook Rommedaal doorgelopen. Verdelle haalt weg. Ook weer Aro. Gooit ver. Heitinga. Niet te belopen voor de Jong. Oost is snel. En op links is Amrabat met Oberaru. Amrabat. Nog altijd, Amrabat. Bal wordt van richting veranderd en tot hoekschop gepromoveerd. De eerste poging van Amrabat is er één met dreiging. Mag uiteindelijk nog schieten. Al heeft Heidinga dan het voetje ertussen. Bal blijft hangen, nu niet meer omdat Heidinga weghaalt. Suárez. Is handig. Hij stapt dan zelf op de bal, waardoor de Fleuren nog een keer terug kan komen. Maar Kennedy, Rommedaal, niet zo heel erg handig naar binnen. Had naar buiten moeten lopen, want dan had Kennedy de bal beter kunnen geven. Hij is terug naar een schorsing. Maar het begint op de bank. Maduro. Amrabat, ja, gaat er wel eens heen. De mist in, Rommedaal. Goed dat Huntelaar de bal liet lopen in de bedoeling om de Jong doortocht te geven. Dan was het voor hem te scherp. Linssen zoekt Oost. Die staat blijkbaar buitenspel. Jason Oost. Dat lijkt me toch van niet. Dan mag Ajax niet mopperen. Dit keer Amrabat buitenspel. Vertongen. Raakt de bal niet helemaal lekker. Misschien ook wel omdat daar nog redelijk wat papier ligt. Ja, dat klinkt als een lullig excuus, maar... Het is dan niet echt prettig dat daar zoveel slingers liggen. Die horen aan de wand, volgens mij. Combinatie tussen de Jong en Rommedaal. Strand al snel. Linssen neemt geen risico's en gaat rustig terug op Wintjens. Die zoekt de Amrabat en die komt alweer terug uit buitenspelpositie.
claimt dat hij werd aangetikt door Ogoraro. Dit is Wetzel, de trainer die het zo goed doet met zijn ploeg. Emmanuelsson, het buitenkantje gegeven over Rommedal heen. Kennedy gaat daar nog achteraan. Mampuya daarom. Bal buiten. Nog niet al te veel opwinding in de eerste minuten. Last bij Rommedal. Kennedy. Bal draait in. Wintjes aarzelt. Maar komt niet bij Huntelaar en ook niet bij Suarez. Amrabat. Het is nog ver, maar hij heeft er zin in. Al is deze poging gedoemd te stranden. Suarez, Kennedy. Op links is ruimte bij Rommedal. Die kijkt. Dan is het vervolgmatig. Verdellen. Vertongen met Oost. Maar die is sterk in de beginfase. Niet in het afspelen. Niet bereikt door Mampuya. Huntelaar aangetikt. Vrije trap voor Ajax. Vrije trap van Kennedy. Te laag. Althans om een Ajax te bereiken. Emmanuelsson. Goed om één man heen. De Jong. Emmanuelsson buiten. Er is daarmee ruimte aan De Jong, maar zijn schot smoort in de drukte. Oost nu aan de Amrabat. Ja, die staat buiten spel. Paasje net te laat gegeven. Bovendien is Stekelenburg wel heel attent. Het wapen van VVV. Ja, en dan... heb je zo toch weer je twijfels en dan lijkt het erop alsof VVV wel door had gemogen. Maar in ieder geval Stekelenburg voorkwam het. Oost. Goed doorgespeeld op Kaya. En bij toeval, maar dat zal een worst zijn, bij Ovrani. Die heeft een goede voorzet en de bal gaat voorlangs. Beste kans van de wedstrijd tot nu toe is voor VVV, is voor Jason Oost. Ovrani houdt goed het overzicht. Dan is het net even te lastig voor Oost om helemaal goed richting aan de wat dalende bal te geven. Kopt hem voorlangs, Ajax ontsnapt aan de achterstand. Amrabat vastgehouden door Gabri. Vrijtrap is genomen. Weg staat Ovrani vrij. Had geen controle, dus kon Emmanuelsson ingrijpen. Rommedal is de bal weer snel kwijt. Kijkt verwijtend naar Emmanuelsson. Was niet blij met de bal die hij van hem kreeg. Dan maakt Emmanuelsson de overtreding op Mampuya. Worstelt met de scherpte, Emmanuelsson.
komt verdedigend met name nog alles in de problemen. Zo ook hier, waar hij duidelijk te laat is. Ouassar met de vrije trap. De bal laten indraaien. Te laag. Huntelaar haalt weg. Rommedaal. Emmanuelsson zoekt Suárez. Suárez met Fleuren. Die probeert nog even vast te houden, maar Suárez is weg. Suárez nu het overzicht houden. Gaat eerst nog maar eens zelf. Is de bal dan simpel kwijt. Er staan weer twee Ajax-zieden met de handen omhoog van hallo, hier stonden wij. Heitinga met de overtreding op Oost. Linssen. En weer is er ruimte aan de rechterkant. Nu voor Amrabat. Amrabat en Emmanuelsson. In eerste instantie de winnaar. Niet al te slim teruggespeeld. Maar dat loopt goed af omdat Rekers attent was. Mampuya en Amrabat. Amrabat. Via Vertonghen wordt het een hoekschop voor VVV. Dat in die beginfase de bovenliggende partij is. Zag Oost al een kans niet benutten. André Wetzel. Zijn ploeg is sterker dan Ajax nu. Laag ingegeven door Ouassar. Huntelaar helemaal terug. En Huntelaar die uitstekende paas afgeeft op Rommedaal. Die op zijn beurt raakt de bal wel vol. En dan komt hij achter Suárez terecht. Hetgeen toch niet de bedoeling zal zijn geweest. Kaya. Fleuren. Verdellen. Mampuya. De kop door Vertonghen, maar daar helpt hij alleen VVV mee. Heitinga. Geen buitenspel voor Suárez. Terwijl Huntelaar voorin wacht en Huntelaar net niet bij de bal kan omdat Windjes daartussen zit. Geprust Ajax zo haar eerste grote mogelijkheid. Een paasje van Suárez het strakker gemoed. Het is levendig. Hier is Linssen en Ofrani. Ofrani langs de Jong krijgt de bal aardig voor en Oost kan koppen zonder kracht. De trap van Stekelenburg heeft wel veel kracht en diepgang. Zodanig dat het niet te belopen is voor Suárez. Suárez heeft oog voor Huntelaar, maar de bal valt er net tussenin. Net niet strak genoeg, waardoor Windjes kan ingrijpen. Emmanuelsson. Heidinga moet goed om zich heen kijken, want daar was ook Amrabat. Ze waren heel even met het hoofd, maar daarna stopt het Kaya. Komt ook niet ver. Kennedy, dat is te kort. Te kort, waardoor Ouassar weg kan. Het wordt uiteindelijk opgelost door Oberaru en Heidinga. Huntelaar komt door op Suárez. Die mag nu wel alleen, want er is niemand. Dus gaat Suárez ook alleen. Niet dat het er toe doet, in zijn geval. Maar hier is het legitiem om alleen te gaan. Hoewel nu ook de paas kan, schiet hij hard voorlangs. Maar er gaat altijd dreiging van hem uit. En zijn rendement mag je toch ook niet gering noemen. Maar het kan beter, kan meer. Rekers.
vrije trap van Linz de bedoeling was om Amrabat aan te spelen. Maar de bal was te scherp. Emmanuelsen. Roberal, Emmanuelsen loopt door. Roberal heeft veel tijd nodig. Mampoeier dan tegen de rug van Emmanuelsen aan. Stekelenburg op Suarez, die door op Oberaru. Via Kaya, bal over de zijlijn. Huntelaar, uiteraard geen buitenspel. Maar nu is een hoekschop wel het maximaal haalbare. Die versiert hij via Fleuren. De hoekschop van Kennedy. Terwijl ook Heitinga mee voorin is. Dat is bij Gabri, maar die laat de bal lopen. Waardoor VVV eruit kan via Oost. Amrabat wil hebben. Oost kijkt alleen naar links. Daar is ook ruimte bij Linsen. En daar is Amrabat voor de goal nu. En die raakt de bal net niet. Stekelenburg ook niet. En Ajax mag weer niet mopperen. Razendsnel is VVV eruit. Linsen met het overzicht, daar is Amrabat. Notabene Rommedaal bij hem om hem te verdedigen. Maar niemand raakt de bal. Vrijtrap voor VVV. Te nemen door aanvoerder Linsen. Bal draait hard en hoog. Ofrani. Daar is de poging van Amrabat. Maar een behoorlijk eindje naast. Gehaald verdelen. En Oost zag er wel weer wat in. Vertongen niet al te overtuigend terug, maar toen was Oost al gestopt. De Jong. De bedoeling was Huntelaar. Niet te verlopen. De Jong. Aangetikt door Linsen. Met de borst. Oberaru. Dat was wel verstandig, maar dat was het bepaald niet. Amrabat, Oost en weer Amrabat. Dan moet hij die gaan naartoe, maar... Dat laat zich niet zomaar van de bal zetten. Dan mag Ajax in de ogen van Kuipers nu wel gooien.
Kennedy met het hoofd tegen Lins aan. Heitinga terug op Stekelenburg. VVV laat Ajax komen. Ajax doet het bepaald niet overtuigend, maakt veel fouten in de opbouw waardoor VVV er herhaaldelijk gevaarlijk uit kan. Rondera, Emanuelsson. Weer Rondera, De Jong. Emanuelsson. Combinatie poging met Rondera. Strand. Maar hij mag wel gooien. De Jong, Romeraal, Huntelaar, voorslag gepakt. Ja, de Verdeller, die weliswaar ook de bal speelt, maar volgens mij ook een heel stuk Huntelaar meeneemt. De Verdeller moet bij Kuipers komen. Komt eraf met een vermaning, nou ja. Dat kan ik me eigenlijk ook nog wel voorstellen. Dat hij gaat vol voor de bal. Maar ook wel wat onbesuist. Vanwege de goede afloop, zullen we maar zeggen, blijft de kaart uit. Levert Ajax wel een vrije trap op. De 26e minuut. Huntelaar de bal opzij zal leggen. Voor Heitinga. Hetgeen nu gebeurd is, Heitinga hard. Maar ook naast. En een behoorlijk stukje ook. Zo blijft het povertjes wat Ajax dat nu toe aanvallend laat zien hier in Venlo. Mislukte combinatie met Suárez en Huntelaar. Suárez een keer voorlangs en dan deze vrije trap van Heitinga. Tel uit je winst. VVV mag boven op een betere opening via Oost die ook nu weer goed Amrabat aanspeelt. Die heeft geen controle. Verrassen. Stekelenburg. Rommeraal en ook Fleuren allebei niet. Gabri. Daarachter is Suárez. Ampuya kopt maar halver, dus mag Suárez verder. Suárez. Laag gegeven en Windjes raakt de bal nog aan. Dat wordt een ingooi. Als er wat gebeurt bij Ajax, dan komt het toch tot nu toe van Suárez. En wat je ook van zijn acties vindt, dreigend is het. Weggegooid door Odoraro. Huntelaar door op Suárez. Suárez, bal weer voorgegeven. Weggehaald door Fleuren. Komt wat meer dreiging van Ajax. Hij was in de buurt. Slordig wat Kennedy en Emanuelsson laten zien. Ofrani, maar half gestuit door Vertongen. Dan moet Gabriel aan de pas komen. Uiteindelijk Emanuelsson. Vertongen. Gezocht werd Kennedy, gevonden Windjens.
Hawassar met een aardige beweging. Amrabat. Amrabat met Ogararu. Amrabat richting Oost. Daarachter is ook nog Linssen. Linssen met De Jong. De ruimte een beetje voor Kaya. Die schot, zijn schot wordt tegengehouden. Toch weer VVV. Ingooi van Mapuya. De bal rolt een beetje door. En uiteindelijk kan Ogararu opruimen. En meer is het ook niet wat hij hier doet. Terwijl hij toch de ruimte en de tijd had voor meer. Hawassar. Amrabat. Amrabat. Nu te maken met Heitinga. Haalt dan verrassend uit, maar stuit wel op Vertongen. Kennedy. Kuipers vraagt te stoppen omdat er twee spelers wat last hebben. Waaronder Overani. Haalt ineens hard uit. Dus Vertongen niet blij mee. En ook Overani heeft nog wat pijn. Krijgt de bal op de hand. Vertongen. Een harde knal van Amrabat. Stekelenburg. Trap komt niet aan. Heitinga. De Jong. Kennedy. Emmanuelsson. Kennedy. Emmanuelsson met het overstapje. Huntelaar. Ogararu werd even vastgehouden door Amrabat. Komt daarom niet helemaal lekker uit bij Fleuren. Het is iets meer dan een half uur gespeeld als Adrie Koster gaat wisselen. Kennedy eruit en Maduro erin. Zal niet tevreden zijn over wat hij tot nu toe gezien heeft op het middenveld. Maduro zal voor meer evenwicht moeten zorgen. Voor wat meer defensieve balans uit bij VVV. Zo is het. Ver ingegooid door Ogararu. Heitinga valt om. Oost kan de bal niet binnenhouden. Heitinga. Geen controle bij Emmanuelsson. En zo sukkelt Ajax voort in deze eerste helft. Ofrani niet langs Emmanuelsson. Vertongen. Stekelenburg. Weggehaald door Rekers.
Bouassa. Suarez met de knie. Rekers terug op Windjes. Die was niet echt blij. Maar tapt de bal toch tamelijk resoluut weg. Vertongen. Oberaru. Huntelaar. Heidinga. VVV heeft het allemaal aardig voor elkaar in deze wedstrijd. Trouwens al een tijdje hebben ze de zaakjes goed op orde. Dat kan je van Ajax tot nu toe niet zeggen. Speelt in een veel te laag tempo. Zonder durf. Zonder initiatief. Dus kan hij onmogelijk tevreden zijn. Hij heeft al ingegrepen. Verdellen, het lange paas. Maduro. Gekomen dus voor Kennedy. Oberaru. Vertongen. Ook de Venloze voetballiefhebber heeft er weinig waardering voor wat Ajax tot nu toe laat zien. Koster spoort ook aan. Komt tot voetbal. Durf wat. Huntelaar teruggevlogen. Kaya. Keurig bij Fleuren. Maduro, grijp in. Suarez, geen buitenspel, ze wordt aangegeven. En dan is Suarez ineens voor Windjes en is hij doeltreffend. Ja, dat is dan de waarde van Suarez, over wie je zeggen kunt wat je wil. Dat hij grillig is, dat hij veel dingen niet goed doet. Maar wat wel zeker is, er gaat altijd dreiging van hem uit. Zijn tiende van het seizoen, geen buitenspel. En dan probeert Mampuya nog in een uiterste poging om Suarez te stuiten. Maar dat lukt niet door tegen de maan te vallen. En dan is Suarez wel dodelijk precies hoor. Staat Windjes ook helemaal verkeerd trouwens. En is dit voor een omstreden speler toch een aardig gemiddelde. Zijn tiende doelpunt van het seizoen. En zo werkt VVV zich uit de naad. De eerste 36 minuten is Ajax duidelijk de mindere. Dan staat het wel met 1-0 voor Ajax. Linse, Stekelenburg met twee vuisten. Opgevangen door Kaya. Terug bij Linse. Vertongen met rechts. Bal zwaait af. Goed schop voor VVV. Dat het uiteraard niet opgeeft. Waarom zou het? Kort genomen. Dit is dan te kort van Amrabat. Maduro zit daar goed tussen en zoekt Suarez. Suarez met Mampuya. Suarez. Links komt Emanuelson. Suarez. Ja, dat hangt er dan weer net tussenin. En dan moet hij weer links en rechts handjes omhoog steken van sorry, sorry. Zo gaat dat bij Suarez.
Maar ze zullen hem voorlopig wel even niks kwalijk nemen, collega's. Maduro geeft hem aan Huntelaar, dan weer Suarez. Die loopt wat fors door bij Rekers, maar die vindt het prima. Ze zullen er dus niet van ondersteboven zijn dat ze achter staan. Meestal, of tenminste in het begin van de seizoen, gebeurde het VVV vroeger de wedstrijd 1-0 achter. Maar VVV is duidelijk gegroeid. Ze zal niet schrikken van deze achterstand. Hoe knullig en hoe onnodig ook Vertonghen krijgt het handje van Linzen tegen zich aan. Desondanks krijgt VVV de vrije trap mee. Verdellen. Stekelenburg pakt en Amrabat blijkbaar buitenspel. Huntelaar. Via Verdellen bij Wintjens. Rekers. Ofrani. Kapuja. Vertonghen als laatste. Goed schot weer voor VVV. Amrabat. Weghaalt Huntelaar. Maduro maakt hem bepaald niet goed. Kaya. VVV zet Ajax vast. Oost. Oost om Ogoraru heen, alsof hij er niet staat. Stekelenburg met maar één vuist. Dat is wel genoeg overigens voorlopig. Amrabat. Met Emanuelsson tegenover zich. Ingegeven, te scherp. Makkelijk te pakken voor Stekelenburg. Momentje voor Kaya, vrije trap voor Ajax. Maduro probeert Suarez te bereiken. Dat is een scherp. Wintjens in de problemen. Mampuya haalt hem al verder weg. En dan is er ruimte aan de andere kant waar Stekelenburg attent is voordat Amrabat gevaarlijk kan worden. Merkwaardig moment daar de verdediging bij VVV. Dat wordt opgelost. Capriolen maken kunnen ze dus. Dat is van VVV. Want hier raakte die bal toch ook weer niet echt lekker. Dat wordt opgelost omdat Verdellen meeglijdt. Was even met het been aan de hoge kant, maar trok hem blijkbaar op tijd weer in. Maar hij is gooien, maar Puya heeft pijn. Huntelaar is altijd losjes met de handen. Hij was eerder omhoog en dan krijgt de tegenstander vaak met de handen van doen.
Eerst Emanuelson. En dan tenslotte Gabri die de voet laat staan. Hey, de Hens van Amrabat die wel wat snel gaat liggen. Ajax mag daarom door. Suarez. Aangetikt door Mampuya. Nee, krijgt hij weer de spelers van VVV over zich heen. Die vinden dat hij een swalbe maakt. Kuipers vindt het in ieder geval geen overtreding. Ik moet zeggen, ook dit was weer tamelijk laat wat Suarez deed. Ja, er is wel degelijk contact in dit geval. Maar hij heeft de schijn tegen. Dan wat onvriendelijkheden tussen Vertellen en Huntelaar. Huntelaar komt wat laat bij Vertellen, maar die gaat wel heel overdreven liggen. En vandaar dat Huntelaar zich daar weer boos over maakt. Eerst zelf waarin Ajax bepaald niet mag mopperen dat het met een voorsprong gaat rusten. Want VVV had de betere mogelijkheden via Oost en Amrabat onder andere. Maar hij was weer eens van waarde. Suarez. En nog steeds zijn ze aan het vervelen. Huntelaar nu met Rekers. Wat geduw onderling en die moeten samen nog die hele lange trap op. Irritatie in de slotfase. In de eerste helft waarin Ajax bepaald niet goed speelde, maar erg blij mag zijn dat het met 1-0 voor staat. Al een half uur wisselde Kennedy eruit haalde en een wat meer verdedigende Maduro erin bracht. En dan te spreken van een gouden wissel, maar daarna scoorde Ajax wel via Suarez. Prachtige paas is van Gabri. Precies op tijd gelopen door Suarez. Mampuya ligt dan op de grond en Hinkjes is ook kansloos. Prachtige paas van Gabri. Mampuya kansloos. Suarez keurig uitgehaald. Ajax 1-0 voorsprong. Kijk naar aanvoerder Klaas-Jan Huntelaar van Ajax dat niet mag mopperen dat het met rust hier leidt in Venlo. De treffer van Suarez in alle opzichten slim gedaan. Want na goed kijken dat hij de hand daarbij gebruikte bij de aanname op die prachtige paas van Gabri. Niet opgemerkt en dus telt de treffer. VVV begon aan de tweede helft ongewijzigd. Ajax wijzigde al voor rust. Haalde Kennedy eruit. Maduro in zijn plaats ten einde voor wat meer evenwicht te zorgen op het middenveld.
En daarna kwam Ajax op voorsprong. Zonder nou meteen vast te stellen dat Ajax veel beter is gaan voetballen. VVV had in het eerste half uur het initiatief, heeft nu ook de gelegenheid om Ajax weer lastig te maken. Vrije trap van Linssen, weggehaald door Huntelaar. Alfrari aangetikt door Maduro. Vrijtrap genomen door Kaya. Vertellen. Mantuja kreeg de bal nog half voor. Emanuelsson. Kaya. Via die hoekbal over de zijlijn. Maduro. Kaya. Huntelaar. Heide gaat terug naar Stekelenburg. Trap van Stekelenburg. Gabri. Linssen. Wel te fors wat Vertonghen doet. Ten opzichte van Ofrani. Vrij trap voor VVV. Kaya voor de bal, Linssen. Wil gaan trappen, wil ik zeggen. En dan krijgt Huntelaar geel omdat hij niet op tijd afstand neemt. Daar nu ook weer heel langzaam mee is. Ja. Dat kan ook twee keer geel worden. Zover komt het niet. Bij trap van Kaya, hard, bal geraakt en dan wordt het een hoekschop voor VVV. De fans van VVV geven nog lang niet op en waarom zouden ze ook? VVV doet niet onder voor Ajax. Linssen. Geraakt door Maduro. Weer hoekschop VVV. Rekers is onder andere mee. Daar gaat het overheen. Het is makkelijk voor Stekelenburg. Hoekschop van Linssen. Tegentrapt richting Suárez. Suárez met Mantuja. Mantuja wint. Windjes. En dan staan er behoorlijk wat van VVV buitenspel, waaronder Amrabat. Die dan ook logisch iets verder mag. Stekelenburg richting Ogeraru. Achter Rommedaal. Amrabat. Krijgt een tikje van Ogeraru die de bal kordaat buiten speelde. Linssen op de huid gezeten door De Jong. Nu kan Rekers er niet bij, maar ga Ajax gooien.
Ook een raar. Windjes terug. Goeie haalt weg. Oost. Vastgehouden door Huidinga. Uiteindelijk, omdat er verder geen voordeel is voor VVV, wordt het een vrije trap. Kuipers liet even doorgaan, maar sluit dan toch. Ofrani. Linsen. Hawassar. Aardig aangenomen. Maar uiteindelijk Oberaru. Wekers wint van Huntelaar. De Rekers trapt de bal buiten. Vanwege de pijn bij Awasa. Neemt de bal aan, Awasa. Komt dan in botsing met Heitinga. En heeft pijn. Even naar de kant, Adil Awaza, maar hij zal zo wel weer verder kunnen. Kabri geeft het wel sportief terug naar Wintjens. Rekers. Vertellen. Zoek naar Linsen. Hij krijgt het bal net niet lekker mee. Zit er dan wel weer goed tussen, maar hier is Suarez. Een balletje net goed genoeg voor Heitinga. Huntelaar teruggefloten door Kuipers. Omdat hij de arm te veel gebruikt in dit geval, Huntelaar. Rommeraal. Komt de vrije trap mee. Overtreding van Kaya. Oberaru te lastig bij Amrabat, maakt een overtreding. Kaya snel genomen, Amrabat. Houdt de bal binnen. Amrabat goed gegeven. En Oost moet met die vrijheid toch veel meer doen. Ja, het duimpje kan wel omhoog gaan, maar dat geldt toch niet voor de eigen kopbal. De vrije trap van Kaya goed genomen. Amrabat met het overzicht. En kijk eens hoe vrij Oost staat. En hoe slecht hij dan eigenlijk inkomt. Grote kans voor VVV voorbij. Ajax modder door. Emanuelsen. Er komt geen fatsoenlijke aanval tot stand bij Ajax tot nu toe. Amrabat. Om de Rommeldaal heen. Maar dan is uiteindelijk Gabri daar van dienst. Nee, nee. Het was echt Amrabat die de bal als laatste raakte. Maar niemand had het echt gezien bij de leiding. Hij komt uiteindelijk bij Ofrani terecht. Achter Mampuya. Die krijgt hem nog wel hard voor. De handen van Stekelenburg. Applaus voor Mampuya. Al was zijn voorzet dan niet goed genoeg.
De Jong. VVV gooien. Fleuren. Wat merkwaardig gegeven door Windjes. Die is beter. En Vrani. Goed gelopen door Al-Azhar. Stekelenburg. Een prima redding. En Stekelenburg moet op tijd terug zijn. En dat is hij niet. Wat een prachtige goal is dat dan. Wat een mooi overzicht. Ofrani. En VVV heeft daar het recht op. Heeft de gelijkmaker. En wat een fraaie. Op Al-Azhar, daar zit Stekelenburg nog goed tussen. Maar dan is er Ofrani met het overzicht. Stekelenburg komt goed het doel uit. Dat is niet zo aan te merken. Maar ja, de kunst van Ofrani is prachtig. Want tussen zien en doen zit toch een wereld van verschil. En Ofrani overbrugde die. Emanuelsen loopt zich vast. Emanuelsen. Suarez. Voorzet weggehaald door Rekers. Fleuren. Oost. Oost nog altijd. Heitinga van de bal gelopen. Uiteindelijk ingooi voor Ajax. Mooi gedaan van Stekelenburg. Althans goed gedaan. En dan is dit prachtig werk van Ofrani die het ziet. Maar ook doet. En dat is knap. 1-1. Ja, in je eentje kun je niet alles tegenhouden. Mee is Emanuelsen. Suarez. Slecht. Maduro. Goed mis naar Ogararu. Goed gegeven door Maduro. Maduro. Ogararu. Niet langs Amrabat. Amrabat is weg. Wordt dan vastgehouden en dus vrije trap voor VVV. Dat bloed ruikt. Kaya. Dan gaat Ofrani nog achteraan. Die duwt dan Emanuelsen met al te fors. Nou. Linzen.
uur gespeeld. En weer, zoals de laatste weken te doen gebruikelijk, gaat het moeizaam bij Ajax. Dat voorkomen terecht. Slechts op 1-1 staat Suarez. Al iets te hard gegeven. Ogararu. En dan de Jong met een poging. Waarbij Wientjes de bal kwijt is en in tweede instantie nog heeft. Linssen ligt geblesseerd op de grond. Kreeg de knal van de Jong tegen het hoofd. Voorzet van Ogararu. En dan hard genomen door de Jong. Van dichtbij wordt Linssen vol geraakt. Met de bal op het achterhoofd. Robbedaal speelde niet goed, maar wie wel? Zijn vervanger heet Albert Loeken. Althans, VVV is bezig om hem zo gek te krijgen zijn contract te verlengen, Linssen. De contract loopt af aan het eind van dit seizoen. En, terwijl hij dit jubileum vandaag viert, voelt er meer voor om ergens anders verder op te kijken. Amrabat buitenspel. Suarez. Emanuelson, Suarez. Terug naar Maduro kan. Dit is ook goed, de Jong. Die geeft hem terug op Suarez. Die schiet dan een behoorlijk stukje naast. Maar Ajax lijkt toch een beetje wakker te zijn geworden na de gelijkmaker. De Jong geeft de bal keurig met de borst terug op Suarez. Maar zijn schot mist precisie. Nog hard. Keer. Suarez. Wientjes het doel uit. En dan Huntelaar. Die heeft ook een leeg doel voor zich. Maar raakt de bal niet zo mooi. Als Sofrani even eerder in de wedstrijd. Wientjes heeft veel pijn naar zijn eigen merkwaardige capriool. Mampuya in botsing met Wientjes. En ook Suarez. En dan Huntelaar die de bal niet goed raakt. Waardoor Rekers kan opruimen. Wientjes die komt, maar veel te laat is en dan uiteindelijk zijn eigen verdediger in de weg loopt. En daar dan zelf weer last van heeft. Huntelaar profiteert niet. Mampuya met het voetje ertussen, toch weer Suarez. Die dan daar weer eens gaat liggen, je weet maar nooit. Zo kan VVV eruit. Via Onfrani. Amrabat wil graag de bal. En Manuelson zit ertussen. Awazar. Fleuren met de binnenkant van de voet en toch niet goed. Huntelaar, Suarez. En dan komt Vertellen iets te laat. Krijgt Ajax een vrije trap. Suarez en dan het wat te hoog geheven been van Vertellen. Maar dat Rekers en Huntelaar de bal niet raken. Dus Vertellen was wel. En dan neemt een stukje Suarez mee.
Vrij trap is voor Ajax. Waarbij Kuipers omstandig aangeeft dat hij eerst de muur goed wil zetten. Nou, dat is wel duidelijk. Maar wie gaat hem nemen bij Ajax? Luque of Huntelaar? Als de muur eindelijk naar goedkeuren van Kuipers staat, kan de vrije trap komen. Huntelaar zal hem geven aan Luque. Luque, hard, maar naast. Het scheelt nogal. De poging van Luque. En al te veel mogelijkheden heeft Ajax niet vanmiddag. Paasje van Oost op Ovrani. Ovrani daarachter. Weet Emanuelsson dat Amrabat wacht en dus trapt hij de bal hoekschop. PVV blijft dreigen. Ajax ploetert. Amrabat. Hij gaat door de Jong. Ajax mag wel gooien. Wat een raar. Dan blijft er hangen. Komt bij Suarez. Suarez. Niet zijn tweede. Maar als Ajax gevaarlijk is, dan is het via Suarez. Heitinga, Maduro met het hoofd. Geen probleem voor Wintjes. Kuipers kijkt even naar de ernst van de blessure bij Heitinga. De bal wordt half doorgespeeld door De Jong. Dan is er aardige controle bij Suarez, maar ligt Rekers uiteindelijk in de weg en voorkomt de voorsprong. Tot verdriet van Kosten. Peter Rekers was belangrijk. Kaya een beetje fel. Ten opzichte van De Jong. Maar de meeste overtredingen zijn gemaakt door Ajax tot nu toe. Zegt ook wel iets. Huntelaar wordt daar opgevangen.
wedstrijd die hem toch al niet zint tot nu toe. De keer Mapuya in de weg liep. Het verhoogt alleen maar de irritatie bij de Amsterdammers. Al komen ze uit de achterhoek. Trap van Heitinga. Huntelaar. Weer maakt hij zich breed. Dit keer ten opzichte van Verdelle. En Huntelaar moet komen bij Kuipers. En Huntelaar heeft geel. Ja. Huntelaar begrijpt dat hij hier niet mag mopperen. Want dit is zomaar goed voor een kaart. Maar die heeft Huntelaar al. En de aanvoerder van Ajax eraf sturen. Ja, dat is ook weer zoiets. Hè. Dan moet je als scheidsrechter stevig in je schoenen staan. Maar Huntelaar loopt op het randje. Al een hele tijd. Is er eigenlijk al een keer of wat overheen geweest. Mapuya ver gegooid. Stekelenburg. Amrabat. Voor Emmanuel zo verkopen. Amrabat. Uiteindelijk de Jong. Omdat Amrabat vasthoudt, wordt het een vrije trap voor Ajax. Die is genomen. Makkelijk te verdedigen door Rekers, maar die weet niet wat er achter hem gebeurt. Heeft hij aan en kopt de bal daarom over de zijlijn. Hij krijgt een daverend applaus, Rashid Ofrani. En hij wordt voor de resterende minuten vervangen door El Gaouri. Applaus natuurlijk vanwege zijn prachtige treffer. En een hand van de treden. En de kus van de juffrouw. Rekers. Heitinga, fors, Oos is slim, blijft gewoon in positie staan en verleidt Heitinga tot het maken van een vrij domme overtreding. Kaya mag gooien. Amrabat. Komt daar niet uit. Luke ook niet. Veel te nonchalant daar. En dan is Amrabat wel weer zo slim om het been op te zoeken van Oberaru. Die ook nog eens met geel beloond wordt door Kuipers. Die nu weer wel doortastend is. Omdat in dit geval geel geen kwaad kan. Is zijn eerste kaart van dit seizoen. Zij maken lawaai, de VVV-fans, want er zit meer in dan 1-1. Zo is het beeld van vanmiddag. Ajax kwam eigenlijk zomaar uit het niets op voorsprong. Dan moet nu toestaan dat het 1-1 is en dat VVV loert op meer. En Ajax, ja, moet het hebben van de grillen van Suárez. Emmanuelsson. Emmanuelsson, bal bij Huntelaar, dat is goed. Maar nu, Huntelaar nog niet tot een schot gekomen en deze poging wordt snel geblokt. En dan maakt Ouazar Hens,
In duel met Gabri en krijgt Ajax op een uitstekende plaats. Wel een vrije trap mee. De poging van Huntelaar smoort al heel vroeg. En dan inderdaad tegen de hand van Aouazar aangekocht, zou hij er weet van gehad hebben. Urzaiz, de grote sterke Spanjaard, staat al klaar om de wedstrijd nog in het voordeel van Ajax te doen kantelen. Maar misschien lukt voor de tweede keer op voorsprong komen. Wel via deze vrije trap. Trainen door Huntelaar. Die is inderdaad gevaarlijk genoeg en hij zit erin. Windjes zit er wel met de halve aan. Maar het is toch Huntelaar. Die Ajax weer op voorsprong zet. Zijn 16e van het seizoen. Maar ja, met Klaas-Jan Huntelaar noem je ook een speler die toch al behoorlijk wat ruzie met Kuipers heeft gehad. En al een kaart op zak, gespaard door de arbiter, nu voor 2-1 mag zorgen. Windjes, ja, die moet die bal natuurlijk wegstompen. Slaat hem eigenlijk min of meer in eigen doel. Tegen Twente scoorde Huntelaar ook weer een vrije trap toe. Ging hij via de muur erin, nu via de doelman. Het is wel zijn 16e van het seizoen en Ajax leidt. Protesten weggewuifd omdat Emanuelsson de bal speelt. Ik denk dat Kuipers daar gelijk in heeft. Emanuelsson speelt inderdaad de bal. En daarna gaat Oost over het been. Niet zo nauw. Pijn bij Heidinga. Dat kan Ajax niet gebruiken. Windjes. Er gaat Emanuelsson. Nu over Emanuelsson heen. Oost. Vertongen half. Nog steeds Oost. Sterk gedaan, maar de voortzetting is niet goed. Natuurlijk bij het spel, maar het is voordeel voor Ajax. De overtreding van Verdelle. Niet te blokken voor Amrabat. Linsen. Terug op Kaya. Vertongen. Huntelaar. Dan Puya. En de kans voor El Gaouri. Van de lijn gehaald. Jongen, jongen. Door de man die eigenlijk niet helemaal fit is. Heidinga, maar
scherp genoeg om Ajax te behouden voor de tweede keer gelijk te komen. El Gahouri had hem moeten maken. En hier is de rust bij Stekelenburg. Hij heeft toch altijd problemen, Heidinga. Hier het balletje dat doorkomt bij El Gahouri. En dan Heidinga met een fantastische redding, hoor. Invaller El Gahouri om Stekelenburg heen. Maar dan Heidinga die erger voorkomt. Ondanks de pijn. Hij wisselt alles eerder aanvallend. Het was uit bij NEC. Een dubbele wissel. Ook nu weer Kantelberg en Calabro erin. Die twee invallers deden het wel tegen NEC. Of ze dat nu ook tegen Ajax lukt. Een van de twee althans. Dat is af te wachten. Is dat vasthouden? Nee, zegt Kuipers. Dus... mocht het op die manier wat Vertonghen doet ten opzichte van El Gahouri. Ja, dat lijkt me toch vasthouden of tegenhouden. Noem het zo hoe je wilt. Loeken mag verder. Er werd gevlacht. Fleuren haalt weg. Want als het goed is, komt er voor Ajax ook meer ruimte. Rekersveld erop zitten van Huntelaar en ook dat mag. Dat is buitenspel? Ja, dat is buitenspel voor Amrabat. Ajax leidt, maar heeft het nog lang niet binnen. Zo scherp speelt hij, of moet je zeggen, juist weer niet. Als ik begrijp wat ik bedoel. Want dit scheelt nogal wat. Nog wel één of twee keer niet terecht teruggevloogd en gefloten. Maar dit geeft natuurlijk ook wel aan dat VVV zich nadrukkelijker voorin heeft bewogen tot nu toe dan Ajax. Maar ja, kijk naar de stand. Zullen ze in Amsterdam zeggen. Loeken. Van ver. Wou Ofrani nadoen. Misschien. De Jong, Rekers, Mantua, Emanuelsen. Wanneer benut Ajax de ruimte? Ja, wanneer het fatsoenlijk de bal naar elkaar toe gaat spelen. Dat is de hele wedstrijd nog nauwelijks gebeurd. Kijk eens even. Loeken die Suarez niet vindt. Mag het nog eens doen. Dit is beter. Risico's genomen, Wetzel moet nu maar afwachten of zijn mannen het weer flikken blijft komen. Huntelaar, Ogeraru, Suarez, Wintjens. Heidinga, rustig teruggespeeld op Stekelenburg. Wat is hier belangrijk, Heidinga? Ogeraru en Amrabat. En dat betekent dat er toch een Ajax voor het veld gaat. En dat is Ogeraru. Dat is zijn eerste en zijn tweede kaart van het seizoen. Nou.
is Kuipers toch kordaat. Maar op het moment dat het voor Ajax veel minder schade oplevert. Hij heeft al gelijk, want Alvarado is duidelijk veel te laat. En dus is het wegsturen van de Roemeen terecht. Linssen mag ver komen. Kantelberg en daar is El Gaouri. Die invaller zit het niet mee. Zag een inzet van hem al door Heitinga van de lijn gehaald worden. En hier, waar hij door mag, schiet hij zelf voorlangs. En zo blijft Ajax op voorsprong. De lange trap naar boven, daar wacht hij even mee. Ook Renaro kijkt mee, want het, ook hij vindt het spannend. Fleuren. Buiten. Dat betekent dat Ajax voor de derde keer gaat wisselen. Tactische wissel. Om verdere ellende te voorkomen. Ja, kijk eens, ook nog even het handje aan, aan Kuipers. Uit dankbaarheid. Aanvaller eruit en een verdediger erin, omdat Alvarado weer afgestuurd is. En Ajax in grote problemen, maar zit tegen VVV. En een voorsprong van 2-1 moet zich vasthouden in de slotfase. En hij moet daarbij helpen, Colin. Komt VVV nog aan die verdiende gelijkmaker? Fleuren. Kaya. Alles op de helft van Ajax. Mapuya. Mapuya strak gegeven en dan zit hij erin en het is niet meer balgerechtigheid. En hij vindt het niet erg dat hij weer een kaart krijgt. Calabro. Voorzet van Mapuya. Binnengekopt door Sandro Calabro. Helemaal vrij. Bal langs Stekelenburg. En de Haagse invaller beloont de andere Haagse trainer. Zoals hij het deed tegen NEC. Zo doet hij het nu ook. Zorg voor de gelijkmaker. Uiteraard heeft Calabro een gele kaart ontvangen, omdat hij het shirt van zich afgooide. En dat is ook niet de eerste keer. Kaya raakt de bal niet goed. Ajax is al twee keer gelukkig op voorsprong gekomen. Komt het nog een derde keer zover? Wintjens voorkomt dat. En heeft dan veel pijn. Maar dat heeft hij nog wel gauw, die Wintjens. Tweede keer in een paar dagen tijd dat Ajax een 2-1 voorsprong ziet verdwijnen in de slotfase.
Tegen Twente kon je dat nog sneu doen, maar dat gaat in de blessuretijd gebeuren. Ook toen was het wel terecht. En ook hier is op een gelijkspel eigenlijk weinig af te doen. De Jong komt door. Windjes gooit zich ervoor. En De Jong kan Windjes niet meer ontwijken. Zo verspeelt Ajax in korte tijd heel veel punten. En hoopt het op de transferperiode die eraan komt. En mensen als Davids en Leonardo, zij die niet meedoen, zijn altijd veel beter. En naarmate ze langer niet meedoen, worden ze al sterker en sterker. VVV zoekt meer dan het gelijke spel. Maar dat komt er niet van, want Kuipers vindt het al heel snel voldoende. Wetzel is een trotse trainer en daar heeft hij alle recht op om dat te zijn. Want ook nu is de aanvallende moed weer beloond tegen een ploeterend Ajax. Dat er echt niet recht heeft op meer dan het punt wat het hier mee mag nemen uit Venlo. Ajax snakt naar de winterstop die nu voor hem begint. Snakt naar nieuwe spelers, snakt naar nieuw bloed. Maar ze blij zijn dat deze periode er voor hen op zit. Met toch redelijk grote schade. Maar ook dit gelijke spel hier in Venlo valt niets en niets af te dingen. VVV. En Ajax houdt elkaar in evenwicht. 2 tegen 2. Leek toch Ajax op definitieve voorsprong te brengen, Huntelaar, maar ja. Zijn vrije trap bleek uiteindelijk niet voldoende te zijn voor de volle winst. Heitinga haalde nog een bal van de lijn. Het had ook nog erger kunnen aflopen voor Ajax. En wat te denken van het moment waarop Huntelaar toch in het veld mag blijven en uiteindelijk die vrije trap neemt. Zij hadden eigenlijk VVV misschien wel recht op meer. Stekenburg. Toch een beetje radeloosheid. En de Ajaxiden daar die dan op het veld staan, die praten onderling. Dan is het onbegrip. Gezucht. Maar ja, ik weet het ook niet hoe het moet. Maar zoals hier, zo moet het in ieder geval niet. De VVV doet het boven verwachting. Kan trots zijn op de eerste seizoen zelf. Het begin van de competitie leek eens een plaggetje te worden. In Amsterdam bijvoorbeeld nog met 6-1 weggespeeld. Maar hier heel volwassen tegenspel geboden. En meer dan verdiend gelijkspel binnengehaald. Nogmaals, als er al een ploeg recht had op winst, dan was het VVV.